Hi, ik ben Edward Hofstra, voorzitter van de Brunnik Oranje Vereniging. Het is vandaag 14 februari, de dag van de liefde. Op de dag van de liefde verdient iedereen een beetje aandacht. En vandaar dat wij voor de tweede editie een Valentijnslunch organiseren voor mensen met levenservaring. Oftewel, in de volksmond ook wel de 55-plussers genoemd. We verwachten ongeveer 60 personen, inclusief onze burgervader. En we gaan er met elkaar een gezellige lunch van maken. Ja, geen last van ons. In de samenwerking met Rijsdam en Stichting Bijzijn. Boemerang is goed vertegenwoordigd, gezellig dat jullie er allemaal zijn. De rest ook allemaal welkom. Waarom deze Valentijnslunch? Iedereen verdient eigenlijk wel wat liefde en aandacht in deze tijd. Niet alleen vandaag, maar eigenlijk vele jaar door. Er wordt helaas te weinig aandacht besteed aan de liefde voor elkaar. Sommige mensen zijn eenzaam, sommige mensen zijn alleen. Iedereen verdient eigenlijk wel een beetje aandacht, en vooral in deze tijden. Dank jullie wel dat jullie er allemaal zijn. Dit kunnen wij niet doen zonder alle vrijwilligers. Die wil ik als eerste bedanken. De samenwerking met de Rijsdam en Stichting Rijsdam. Zonder hun aandacht hadden we uiteindelijk hier ook allemaal niet gezeten. De zaal is beschikbaar gesteld en bijna al het eten is ook beschikbaar gesteld door de sponsoren. Dus die wil ik eigenlijk heel hartelijk danken. We beginnen ongeveer 11:45 met de lunch. U zult straks als eerste een soepje vooraf krijgen. U heeft straks keuze uit hier. Tomatensoep of een mosterdsoep. Zodra die uitgeserveerd is, zal de rest volgen. Dus dank jullie wel in ieder geval. Ik heb nog een speciaal verzoek, ik heb nog een jarig in ons midden. Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hoofdprijs, gefeliciteerd, zet een mooie op de baas. Ik wens jullie heel veel plezier. Mochten jullie straks eventueel vragen hebben, schroom je niet. Je kunt gewoon bij ons aankloppen. We wijten niet. We happen alleen. Ik heb een paar kanten in.
mensen hier te gast mag zijn. Of jullie liefdesfuif. Ja. Ik weet niet welke titel jullie het hebben gegeven. Maar ja, meestal kan de burgemeester wel iets vertellen. Maar ik denk, ja, Portjan Riem, nou iets over de liefde vertellen, dat is voor mij heel lastig. Want daar heeft u veel meer ervaring mee, dat weet ik nu al. Dus ik ben echt een, als het om de liefde gaat, ben ik echt een groentje en ben ik gewoon de expert. Nou reed ik hier naartoe en dan had ik, hoorde ik op de radio, de liefdesexpert. De liefdesexpert van Artes, die had het even over liefde bij de dieren. En die heeft vanavond een lezing daarover. Maar ik heb het maar half gehoord, want ik moest naar u toe. Maar het was wel leuk om te horen, want ik kwam erachter dat ik zelf een pinguïn ben. Als het gaat om de liefde, als het gaat om de liefde hoor. Ik ben een hele warme jongen, maar pinguïns zijn namelijk hele kieskeurige dieren. Die als ze eenmaal voor iemand gekozen hebben, dan blijft het, dan gaan ze nooit meer weg. Nou, dat, ja. Ik weet niet of ik kieskeurig ben, maar ik ken mijn vrouw, ken ik al vanaf mijn zesde. En ik ben nu 43, dus Kan nog heel wat gebeuren, ja. Ik wil een broertje of een zusje hebben. Ik kwam uit een gezin van vier. Maar toen ik aan mijn moeder vroeg, mag ik nog een broertje of een zusje? Toen zei ze, nee, absoluut niet. Want jij was al een verrassing. En later, als je dan wat ouder wordt, dan begrijp je dat je eigenlijk niet helemaal de bedoeling was. Maar ik ben gekomen, dat ziet u. Maar toen zei ik tegen mijn moeder, ik zei maar het allerliefste heb ik een tweelingbroertje of een zusje. Dat lijkt me het allerleukste. En toen zei ze twee dingen. Toen zei ze, dat weet ik nog heel goed. Toen zei ze, nee Sander, die komt er niet meer. Dat moet je later zelf maar doen. Kom ik later nog even terug. Maar het tweede, dat is bijna gelukt, want ik heb 9 keer een eenling gehad. Dat is echt wel een beetje rijk, maar ook geen tweeling. Maar toen zei mijn moeder, toen zei ze, nou maar weet je Sander, hier verderop, toen woonde ik nog in Bolsward, toen zei ze, hier verderop, twee straat verderop, is een tweeling komen wonen. Dus anders moet je daar even naartoe fietsen, misschien dat je met ze kan spelen. En nu neemt mijn schoonmoeder het verhaal over, want van haar heb ik dit verhaal gehoord. Toen ben ik op mijn groene fietsje daar naartoe gefietst. En toen heb ik aangebeld. En toen deed mijn vrouw de deur open. En toen zei ik, mevrouw, woont hier ook een tweeling? En toen zei mijn schoonmoeder, ja hoor, kom maar binnen. En toen zat binnen een jongetje, Sam. En dat werd mijn beste vriend. En naast hem zat een meisje, Lianne. Dat is mijn vrouw. Ja, wij waren vanaf dat moment de beste vrienden. Ze zijn een twee-eigen tweeling. Dus ze lijken totaal niet op elkaar. Sam is heel groot en wat bescheiden. En mijn vrouw is heel klein en niet bescheiden. Mooie, pittige mevrouw. Dat past ook wel bij mij hoor. Dat heb ik ook wel nodig. Maar Lianne en ik waren jarenlang gewoon beste vrienden. En beste vrienden vertellen aan elkaar alles. Dus als ik verliefd was, en dat ben je wel eens, dan kan je niks aan doen. Hè? Bent u nog wel eens verliefd? Nee, gelukkig niet. Ah, jawel toch, kom op. Moet u wel toelaten hoor. Ben je verliefd, dan hartstikke wel. Kun je ook niks aan doen, hoef je niet schuldig om te voelen. Gewoon toelaten. Maar goed, heeft ook wat nadelen, want dan vertelde ik aan Lianne, ik ben verliefd op die en die. En een beste vriendin, die hoort dat aan en die zegt dan heel dapper, oh wat leuk voor jou. Maar die denkt ook, en dat dacht ik omgekeerd ook, want ze vertelde ook aan mij, ik ben op die en die verliefd. En dan zei ik al, oh wat leuk, maar ik dacht, ja ik ben ook wel verliefd op die ander, maar ik wil jou niet kwijt. Dus op een gegeven moment zeiden wij tegen elkaar, toen we een jaar of 17 waren, toen zei ja, weet je, we vinden het allebei niet leuk als je verliefd bent op een ander, we kunnen maar best gewoon met elkaar gaan 90 worden, trouwen. Dus wij zijn pas wat verliefd van elkaar geweest, maar we zijn echt omdat we elkaar gewoon niet wilden en konden missen. En graag bij elkaar waren en ook eigenlijk zeiden, we willen heel graag met elkaar oud worden, zijn wij getrouwd. Nou, dat is het enige liefdesverhaal wat ik met u kan delen. Dat is niet veel, maar het is wel leuk. Ja, hier elke woensdagochtend met Boomerang Senioren. En dat is van 10 tot 11 uur zijn we lekker actief met een groep ouderen. Gaan we wat leuks doen, gaan we op stap of we gaan lekker creatief bezig. Dus voel je vrij om elke week langs te komen.
En volgende week gaan we sporten, dus trek je sportkleren maar aan. En daarnaast ben ik ook, ik ben werkzaam bij Lions Welzijn. En ik ben sinds vorige week begonnen met het Geheugencafé. En dit is in samenwerking met de gemeente Kampen en een aantal organisaties. Waarbij we voor mensen met dementie of geheugenproblemen of even uit huis willen. Hebben wij een ochtend met een bakje koffie, wat leuks. Creatieve ochtend of we gaan leuke spelletjes doen. En dan sluiten we af met een heerlijke lunch die we samen hebben voorbereid. En dat is elke dinsdagochtend van 10 tot 1 uur. Sorry. Hartelijk dank. Jullie ook. Voor deze jullie ook. En liefde voor de dag. Nogmaals, volgend jaar gaan we weer doen. Voor de mensen die zeggen van Koningsdag is nou eigenlijk te veel. Hebben wij op Koningsdag hebben wij een uurtje voor mensen met levenservaring. Met levenservaring. Dat klinkt wat... Is dat een rustig uurtje? En wij nodigen vandaag allemaal zelf uit, dus ook gewoon in de rij staan. Koffie, thee, een lekker staat er klaar voor u. Dus daar nodigen we u graag voor uit. Ik had begrepen van Tom, meneer Schrijger, die ook nog even wat wil zeggen. Het is in principe allemaal kosteloos en alles is in principe gratis. Mocht u eventueel een vrijwillige bijdrage doen, dan staat hier eventueel een rol. Maar u heeft wel niet. Ik wens u van een hele fijne dag. Tom! Dankjewel. BOV Rijendam mag ik en welzijn jullie hartelijk danken voor deze grandioze dag. Ik denk ook namens alle mensen die hier aanwezig zijn. En ik wil toch een kleinigheidje voor alle vrijwilligers. Wil je verder de rest zelf uit de koude hand leren? Namens alle mensen die hier aanwezig zijn. Hartelijk dank. Nou, dankjewel, we worden zeer gewaardeerd. Uiteindelijk, liefde gaat uiteindelijk door de maag. Dus het is ook wat zien, denk ik. Levensgenietig. En dank allemaal. Voor die wens ik in ieder geval een hele fijne dag. En rijd voorzichtig, loop voorzichtig. En tot volgend jaar namens de Koningsdag. Dank u wel. Ja, dat is een oorzaak dat de gelden op zijn mee heeft. Ja, dat is een oorzaak.